De naam zegt het al. Zowel de combi oven als de combi magnetron is een combinatie van een oven en een magnetron. Maar toch zijn ze niet helemaal hetzelfde. Ik leg je het verschil even uit. De combi oven heeft naast de hete luchtfunctie ook twee verwarmingselementen. Eentje aan de bovenkant en één aan de onderkant. Het voordeel hiervan is dat het gerecht dat je bereidt van beide kanten wordt verhit, waardoor die overal even gaar en even krokant wordt. En het voorkomt dat je gerechten half gaar of verbrand uit de oven komen. Wel handig om te weten, de combi-oven is alleen beschikbaar als inbouwapparaat. Je kunt dus geen vrijstaande combi-oven kopen die je op je aanrecht kunt zetten bijvoorbeeld. De combi-magnetron heeft alleen een hete luchtfunctie en een verwarmingselement aan de bovenkant. Wanneer je hier dan taarten of ovenschotels in wil maken, worden ze niet overal even gaar en knapperig. Dus minder geschikt om in te bakken, maar helemaal prima wanneer je alleen afbakbroodjes of diepvriespizza's wil bereiden. Combi-magnetrons zijn zowel inbouw als vrijstaand beschikbaar. Ze zijn vaak wat kleiner dan combi-ovens, dus je kunt ze makkelijker kwijt in je keuken wanneer je niet zoveel ruimte hebt. Conclusie: hou je van koken en maak je graag gerechten in de oven? Kies dan voor de combi-oven. Gebruik je de ovenfunctie alleen voor wat simpelere gerechten, dan is de combi-magnetron ook een goede keuze. De combi-magnetron is vaak iets goedkoper dan de combi-oven.